Helemaal en welkom terug op Fem. Wie mijn eerste guestvideo hier gezien heeft, weet dat ik een passie heb voor DIY. Ik vind het super leuk om van iets eigenlijk heel goedkoops iets te maken wat er eigenlijk heel luxe uitziet. Of net van iets ouds iets nieuws te maken. En dat ga ik precies doen voor jullie vandaag. Op Pinterest kwam ik een leuke foto tegen van een kop die eigenlijk zo het marble effect had die je vroeger wel op je nagels deed. En eigenlijk is het super simpel om te maken en ik dacht, alright, ik heb hier echt nog wel een paar kopjes en een theemok zitten die wel eens een upgrade nodig hebben om weer eens iets leuks te maken en eventueel als toffe decoratie hier in mijn kamer te gebruiken of als achtergrond voor foto's of whatever. Gewoon iets leukers dan een simpel wit theesetje. Deze DIY is echt super simpel en waarschijnlijk te maken met eigenlijk allerlei items die je eigenlijk al in huis hebt. Dus het zal je waarschijnlijk geen cent kosten. En beter nog, je hebt het waarschijnlijk al eens geprobeerd voor je nagels. Vandaag stel ik jullie dus voor mijn marble theeset. Dit zijn de items die je zal nodig hebben. Het zijn super goedkope en waarschijnlijk items die je al thuis hebt liggen. Als eerste het theesetje zelf. Deze zou het best wit moeten zijn. Vervolgens twee kleurtjes nagellak. Ik kocht dit pakje voor minder dan €1 bij de Action. En als laatste een wegwerppakje dat gevuld is met warm water. Je begint door de nagellak in het bakje te gieten. Je moet hier best een beetje snel werken, dus meteen daarna giet je de tweede kleur eromheen of in de cirkel van de vorige nagellak. Vervolgens pak je je tandenstoker erbij en probeer je een soort vorm te maken of de nagellak meer uit elkaar te trekken. Dan neem je je kop erbij en die stop je gewoon in het water, waardoor de nagellak zeg maar als een soort folie op je kopje gaat plakken. Dit laat je een paar uur drogen en voilà, je kopje is helemaal klaar. Zo, dit was de DIY. Het is echt super snel, super simpel en eigenlijk heel goedkoop te maken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een thumbs up als je deze video tof vond en jij ook houdt van DIY's, net zoals ik. En dan zie ik jullie sowieso binnen 2 weken. Bye!